Maurer United Architects is Mark Maurer en Nicole Maurer. We werken al sinds 1998 officieel samen, 1998. Maurer United Architects realiseert projecten op het gebied van architectuur, design en media, of e-culture eigenlijk beter. En zoekt de grenzen van het eigen vakgebied op en gaat daar heel vaak overheen. En het resultaat is dan vaak dat het niet definieerbaar is binnen een bepaald kader. Maar dat het wel heel hedendaags is en ook heel vaak een vraag stelt bij een bepaalde ontwikkeling. En we geven daar eigenlijk altijd antwoord op door een ruimtelijke installatie of een bouwwerk met een bepaalde betekenis, dus eigenlijk met een bepaalde diepgang neer te leggen. We hebben eigenlijk niet een eigen vormentaal. Het gaat eigenlijk steeds om de betekenis. En wat we in ieder geval wel proberen, of de projecten die we het leukste vinden, is als het gaat om het mobiliseren van de mensen. Geen functionele dingen maken, maar meer sociale projecten die mensen activeren om met elkaar dingen te doen. Dus vaak zijn het ook bouwwerken in de publieke ruimte met publiek doel en niet privé doel. Ons project is een heel groot, bijna onmogelijk project dat wij voorstellen voor Genk en Hasselt. De vraag was of we iets in Hasselt konden doen voor jongeren, een soort jongerenplek. En toen zijn we daar gaan kijken en we liepen niet meteen over van inspiratie. Het was een hele drukke plek om nou iets te bedenken wat daar precies in past. Dat was best wel moeilijk. En toen zeiden dan gaan we maar eens kijken in het station van Genk. Dus toen zijn we daar gaan kijken. Dat station ligt eigenlijk aan een hele mooie heuvel. En dat dak, dat blokkeert het zicht daar totaal op. Ja. En het is ook eigenlijk een heel lelijk dak. Maar ja, dus je vraagt je af waarom is het er? Dus wij dachten het zou veel fijner zijn om een klein paviljoentje te maken waar je dan droog kunt staan. Maar dat je in ieder geval die berg tot z'n recht komt, of berg, die heuvel. En dat is gewoon common sense, dat zou je gewoon moeten doen. Maar als je nou zo'n enorm dak weghaalt, dan denk je, kun je niet ook iets met dat materiaal nog doen? En toen kwamen we heel gauw op het idee om in Hasselt een brug te bouwen van de ene kant van het station naar de andere kant van het station. Omdat we ook het idee hadden dat daar alles onder druk komt te staan. En op een hoger niveau zou je misschien opeens een verbinding tussen de stadsdelen kunnen maken. Dat dak van Genk, dat bleek zo groot dat je daar, ik denk wel een 150 meter lange brug, maar ook 10 meter breed. Dus het is eigenlijk geen brug in, of geen verbindingsplek in die zin dat het een brug is. Het is eigenlijk een soort enorm marktplein. Dus eigenlijk leg je een plein over het station. Ja. Met uitzicht op heel Hasselt, maar met name op het stationsgebied. En dat leek ons nou een hele mooie hangplek voor jongeren. Dus toen was de cirkel rond en toen dachten we, dit is echt gewoon het project. Dus wij denken ook dat het absoluut realistisch is en ook heel zinvol. En dat het ook de oplossing is voor die twee gebieden. En tegelijkertijd ook een symbolische verbinding legt. Hè, want we pakken letterlijk iets wat in Genk overbodig is en vullen daarmee een tekort in Hasselt aan. Dus het moet gewoon gerealiseerd worden. Alleen, je moet met heel veel partijen nog praten om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is voor ons niet een utopie. Het is echt een serieus voorstel. In eerste instantie lijkt het net zo gek als een 36 meter hoge robot. Maar we menen het bloedserieus. De laatste stand is dat we in Genk op het perron, daar waar we eigenlijk het paviljoentje zouden willen maken, dat we daar 4 grote letterkubussen neerzetten. Waar we dus het woord roof mee geschreven hebben ook. Dus dak. Dat zetten we neer in Genk op het perron. Dat zal toch wel de mensen verwonderen. En zal ook duidelijk maken dat het dak overbodig is. Omdat je daaronder kunt schuilen. En dan willen we zo in oktober willen we die sculpturen verplaatsen naar het station van Hasselt. En daar een ander woord mee maken. Ze doen je verwonderen omdat het rare objecten zijn, maar ze dwingen je ook anders te kijken naar de locatie. En we willen eigenlijk met die letters proberen de dialoog met de bewoners van Genk en Hasselt op te zetten. Om op die manier draagvlak te creëren voor het eigenlijke project, het grote project.